Ik wil het weten. En Brutal, en Brutal. Oh mijn god, ik was er bijna dood. Yo, dan mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal, GamesRoon. En in deze video gaan wij twee awesome, hoop ik, TDM potjes spelen. Op natuurlijk de Call of Duty Black Ops 3. En we gaan gewoon alle twee de potjes spelen met de CUDA. Yo jongens, yo. En we gaan gewoon lekker knallen. Ik heb ook de C4 aanstaan en de Scorestreaks UV, Centricun en de Hater. En de eerste potjes op de map, Combine, super tof map. Ik vind dit echt de leukste map van ja, Call of Duty eigenlijk. Ik geniet echt van deze map. Gewoon een beetje, de spawns zijn chill. Gewoon, ja, het is gewoon een lekkere map om op te spelen. Het ziet er gewoon ook leuk uit. Dus ik heb het gevoel dat wij een nice score neer gaan zetten. Dus het enige ruk is wel, ze kunnen in die kamertjes gaan campen. Dat vind ik wel jammer. Oh, mijn aim is ook niet al te best zoals je kan zien. Ik speel Black Ops 3 natuurlijk niet echt vaak, meer IW. Dus, maar we gaan het alsnog gewoon klaar, jongen. Zo, kijk, oh my god, ik had echt geluk. Oh my god, we staan nu al 15-3 voor. Wat is... Oh my god, oké, okay. Ja, dat wist ik niet. Oké, okay, ik zei net, de spans zijn goed. Nou ja, je zag het. Ik leg gewoon de C4 telkens gewoon op plekjes neer, weet je wel, als iemand overheen loopt. Klabam, dat was goed, een kill. Team is aan het snijpen, lol. Ik wil die kill. Oh, dan niet, jongen. Oh my god. Maar we gaan dit... ik heb het gevoel dat dit potje echt super snel voorbij gaat. Ik voel het gewoon. Puur omdat we al nu al zo ver voor staan. Oh my god. Oh, ik sprong over hem heen. Hier zit er nog één. Ja, die heb ik. Nice, jongens. 24-11. Oké, de enemies hebben wel een soort comebackje neergezet. Kijk, C4. Bom. En dat bedoel ik. Dat is zo... Het is zo'n noob manier om kills te krijgen. Maar het is gewoon zo geinig. En ja, op zich... je killt er best wel wat mee. En ik heb trouwens de Annihilated Specialist aan staan. Je hoeft niet inroepen. Dus, maar ik ben koud scheef. Maar ik probeer er gewoon kills mee te halen. Dat is de Sentry. What the fuck? What the fuck, jongen? What? Hoe de fuck heb ik die kills? Ik heb een eten. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hoe gaan we? 15 om 2, holy shit. Hoeveel streak zitten we? 15 of zo? Zitten we 15 streak? Ik weet het niet eens. Oh, die had me bijna. Oh my god, we gaan zo lekker, hé. Wat de... Oh, die zijn allemaal dood, jongen. Oh my god, ik heb natuurlijk de sentry in, ja, in de midden van de map ongeveer gezet. Eigenlijk niet echt een goede plek. Want nu kunnen we de spans niet echt controleren. Hij gaat via daar of niet, ja. Oh, mijn aim. Oh shit. Oh, kut. Oh, die staat AFK. Jongens, wat zijn deze enemies aan het doen? Helemaal geen ene ruk, man. Ik weet echt niet wat ze doen. Aan het doen zijn. What the fuck? Wat is er kan je nou heen? Dat is ook alweer dood. Jongens, dit potje gaat zo snel voorbij. Ik zeg het je. En we zitten echt op een hoge streak, ouwe. Maar hoeveel, dat weet ik niet. Hallo? Oh, hij zit heen. Oh, dat is die... AFK guy of niet? Ja, wel een beetje triest om te killen, maar weet je, fuck it. Oké, nu zet ik mijn centricun wel op een goede plek neer. Nu spannen ze niet meer hier, waar ik nu ben, maar aan de andere kant steeds, of in het midden. Dus dat is zeker wel chill. Die mate zit... Ik denk dat ze hier spannen. Oké, daar heb ik dan. Hallo? Hallo? Oh my god. Jongens, ik ben een beetje aan het concentreren. Aangezien wij op een streetje zitten. Heten weer. Sorry als ik even niet praat, maar holy shit. Oh my god, hoeveel streak zitten wij? Oh my god, ik ben echt benieuwd, ouwe. Waarom komt het niet in beeld? Ik wil het weten. Een Brutal, een Brutal. Oh my god, ik was daar bijna dood. Een Brutal, dat is al 25? Ik ga dood. Oh my god. We hadden een Brutal, ouwe. Oh my god. Ik weet niet of het 25 was of 20. Maar holy shit. We konden gewoon een nieuw bijna droppen, hé. What the fuck? Oh my god, deze enemies worden geowned, jongen. Ik snap echt niet wat ze aan het doen zijn. Die Kuda is zo'n chill wapen, hè. Oh my god. Dit gaat dus te beast gewoon. Oh. Wrecking ball gewoon. In plaats van wrecking ball, gewoon een wrecking ball. Like a wrecking ball.
Oh, jammer. Oké, die had mee. Holy shit. 32 om 4. Oh my god, een 8KD. Dit was echt een hard potje, gek. Ik weet ook niet hoe lang die duurt. Staat dat ergens op de opnames? Hoe lang? 5 minuten. 5 minuten. 1 TDM potje. Holy shit, dit was... What the fuck, ouwe. Dit was echt een beast potje. We gaan natuurlijk 2 potjes doen. Trouwens, shout-out naar Fairquas. Ik zie dat hij de Games Real Clantic heeft. Shout-out naar jou, jongen. We gaan natuurlijk 2 potjes doen. Dus op naar game nummer 2. Tot zo. Zo mensen, we zijn bij game nummer 2 aangekomen. En het is weer op een kleine map. Nuketown, super awesome. Ik krijg alleen maar kleine mampies. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik vind kleine maps gewoon chill in Call of Duty. En ja, we krijgen gewoon 2 keer achter elkaar. Dus ik ben er blij mee jongens. En wat zijn deze enemies? Oh shit. We zitten nog steeds in dezelfde lobby trouwens. En ja, ik hoop dat gewoon... zullen we het weer proberen om zo snel te laten eindigen? Ik heb gewoon nog steeds alles hetzelfde. Oh my god, teammate, je blokte mij. Zit er nog één? Ja. Oh my god. Er staan 3 man opeens. Hey, we hebben trouwens de daily shit gehaald. Oh, ik durf hem niet te challenge houden. Oké, ik was even weak daar. Zit hij daar achter links? Oh my god. Zit er één in de garage. Let's go. Holy shit, we gaan echt hard man met dit wapen. Kuda is zo chill, hè. Oh my god. Oh, spawn switch. Jongens, ik heb trouwens ook nog dezelfde scorestreaks aanstaan. Dus... ja, laten we gewoon weer die sentry gun gaan gebruiken. En op Nuketown is dat ook zeker handig. Want ja, kleine mampies. Spans controleren. Ik ga veel kills oppakken. Waar is deze man? Oh shit. Hij sprong gewoon door het raam al. Oh my god. Oh my god. Jij bent geowned. Sentry gun. Ik heb sentry gun. Hot. Annihilator voor de win. Annihilator. Dat ding is zo goed, hè. Let op. Kan je met die... Jongens, wat ik me echt afvraag. Kan je met deze kogels ook... door de muur heen schieten. Kunnen zijn dood. 100. We moesten nog 1 kill voor de sentry. Of voor de hater. Want ik weet het nooit. Of je daarmee door de muur heen kan schieten. Het klinkt wel logisch. Het is een kogel dood. Sentry kuntje. Maar je weet het maar nooit zeker. En straks schiet je de hele garage naar de tyfus. En dan krijg je geen ene ruk van een kill. Dus ja. Daar ben ik best benieuwd naar. Jij bent geowned. Oeh. We ownen. Ik ben echt ingekomen hè. De eerste potje zei ik dat mijn aim een beetje ruk was. Nu is het al wel wat beter geworden. Oh shit ouwe. Die guy had... Ah, goede kill. Iedereen speelt nu gewoon met de Kuda. Ik gooi die sif. Oh my god. Ja, ik had hem. Verfkwast. Ja, hij liet die tripmine activeren. Waardoor ik het er ook dood ging. Wat een held. Oh shit. Iemand gooit gewoon smoke, joh. Hij durft wel, hoor. Die guy met de smoke. Hij is fucking weak. Let's go. Nice. Oh shit. Niet op mij schieten. Waarom schiet hij op mij? Bovenin. Hey, ze beginnen nu te campen. Dat is wel kut, ouwe. Omdat wij nu snel en veel kills maken. Oh, hij heeft connected armor. Gaan hun nu allemaal campen? Want kijk, iedereen gaat negatief van hun. Oh, ja, iedereen. Holy shit, man. Wij zijn goed bezig, houden. Ceviche daarin. Als hij rood wordt, ga ik hem pas laten activeren. Want ik activeer hem nu iets te random. Kijk, rood. Oh, hitmarker. Hier, nee. Hij was wel weak door die Ceviche, houden. Dus we hadden... Oh, je lekker teammate. We hadden de kill. Doei. Demolition destroyed. Oh my god, wij zijn zo one-shot nu, hè. Wij zijn zo de lo... Ik ga hier liggen, fuck it. Smoke check. Oh, wij gaan dood. Teammate, wat doe je? Nee. Je had veel eerder daar moeten komen, ouwe. Je kon me safe houden. Holy shit, we gaan gewoon 21 om 6, man. What the fuck? Het potje is nog lang niet afgelopen. Ja, hij is al over de helft. Oké, kunnen we er doorheen schieten? Ik weet niet. Het kan. Je kan er doorheen schieten. Ik vroeg het net nog, hè. En ik schiet gewoon een walbang er doorheen, man. Oké, dat is gewoon... Wat een test. Oh my god, die timing, jongen. Ha! Die vond ik echt nice. Yo, lekker achterin de span. Doei. Die sentry is die al kapot? Ja, die moet al lang kapot zijn. Hier is een wietje. Gewoon neerleggen die handel. Die mee loopt gewoon langs iemand. Die mee... Hij liep gewoon zo van... Fuck it, ik ga de garage in. Oh my god, wat de helden, jongen, deze mensen. Zitten ze daar? Ja, dachten we. We winnen dit wel weer, hoor. Dus echt, we hebben echt een lekker team, hoor. Oh shit, hij zit in de bus. Oh, dat hangt niet eens door. Teammate, die Frondi, die gaat volgens mij wel nog goed. Ja, die... Oké, okay. Ja, gaat ook niet hier. Zullen we even een granaat... Hier, daar loopt hij, hoor. Frondi. Oh! Zit hij nou rechts? Hij zit links. C4'tje, doei! Hey, what the fuck? Hier weer. Teammate, lekker opgelet. Hij loopt onze span in. Teammate, heb je hem? Nee. Ik heb hem wel. Oh, hij heeft recheck. gewoon knife. Dit potje is... Jongen, het loopt zo smooth weer, hoor. We pakken gewoon lekker die kills op.
Dit is natuurlijk... Dit is gewoon leuk aan Black Ops 3. Gewoon die... Kut. Die kills pakken. Alleen toch... Jammer dat ik die choke haalde, man. Op... hoe heet dat? Het vorige potje. Want dat zou echt ziek geweest zijn. Ik heb maar een paar kogels. Oké, ja, niet genoeg. Ik weet niet hoeveel kogels ik had. Ik dacht, ik zie zo'n rood... Oh, ik wou naar die teammate kijken, want het internet... Weer 34 om 10. Weer een lekkere score. Holy shit. We hebben natuurlijk gewoon super tof gespeeld alweer. Deze mensen, zijn ze... Ja, oké, het zijn ook niet de hoogste levels, maar we hebben het gewoon echt super awesome weer gedaan. Lekker potje. Kuda is nog gewoon steeds gewoon een fucking chill wapen na al die tijd. Dus ja, dit was de video. Hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet niet zeker het blomen met een duimpje omhoog. Zou het super tof vinden. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Leuke reactie wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. En ik zeg tot bij de volgende video.